Avond allemaal. Als ik goed verstaanbaar ben, zo te zien. Ja, ik zie knikken, dan gaat het goed. Welkom iedereen bij deze sessie over het initiatiefvoorstel van de VVD Wet Inburgering 2020X. Dus dat zal oplopend zijn. De heer Achtenberg, vermoed ik, zal het gaan toelichten als ik voorstel opsteller en heeft ook 5 minuten. Extra daarna in de tweede ronde vrij debat. Als het goed is, hebben jullie het stuk ontvangen en ook het college heeft een reactie al gegeven, die zit ook bijgevoegd. Dus ik wil eigenlijk meneer Achtenberg uitnodigen om het als iets. Gaat u voorzitter, voordat ik mijn inbreng begin, u valt steeds weg en u hapert enorm. Dus ik denk dat er iets mis is met uw verbinding. Maar ik begrijp dat ik als eerste mag beginnen. Dus zullen we even schorsen om... fijn dat u het zegt. We gaan even schorsen. En dan gaan we even schakelen naar een ander wifi of iets dergelijks. Tot zo. Nee. Nog even geduld graag. Dat zal vast ook haperen, maar er wordt even aan de techniek gewerkt. Bert, kan jij even mijn telefoon geven? Thank you, darling. En mevrouw Sudé, uw microfoon staat open. Oh, excuus. Ja, dat geeft niet hoor. Maar meld me maar even voordat u gekke dingen gaat zeggen. Ja. We gaan het weer even testen. Er is koortsachtig gewerkt aan verbeteringen.
En kunnen jullie me aangeven of ik nu zonder haperingen verstaanbaar ben? Op dit moment wel, voorzitter. Kijk, op dit moment is natuurlijk altijd een beetje spanning opbouwend. Dat snap ik, maar laten we dan vanuit gaan dat het goed gaat. Dan heropening. De hamer ligt net buiten mijn bereik, maar die zullen jullie maar moeten voor inbeelden. Meneer Achterberg, mag ik u opnieuw uitnodigen om voor de komende minuten het te introduceren? Ja, dank u wel, voorzitter. Eindelijk is het zover. Na maandag een voorbereiding ligt mijn initiatief raadsvoorstel aan onze raad voor. En het is inmiddels meer dan 10 jaar geleden dat onze raad zo'n uitgebreid initiatiefvoorstel is gekomen. Een middel wat kennelijk tot voor kort ongebruikelijk was in deze raad. En dat is eigenlijk best gek, want als raad zijn we toch echt het kaderstellend orgaan, de lokale wetgever. Voor de beeldsprekers onder ons, als u een voorstel van het college als een huis ziet, dan kunnen we als raad van het door het college gebouwde huis dakpannen vervangen, het houtwerk wellicht een ander kleurtje geven en als u echt gek wil doen, zelfs de voordeur vervangen. Maar ondanks zulke wijzigingen staat het huis al wel. Met dit voorstel gaan we niet alleen de plinten aflakken, maar een fundament voor het huis storten. We gaan als raad dus vooraf een aantal kaders aan het college meegeven voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. De implementatie van deze nieuwe wet vergt een hoop voorbereiding, dus wel werk aan de winkel. Binnen het huidige stelsel van inburgeren is de eigen verantwoordelijkheid van statushouders onvoldoende gebleken om snel mee te doen in onze maatschappij. Zo bouwen statushouders regelmatig al vroegtijdig schulden op, mede omdat het huidige stelsel niet is ingericht op een persoonsgerichte aanpak. Ze zijn daarbij een makkelijk slachtoffer, onder meer fraudeleuze taalscholen. Gemeenten hebben daarom gevraagd om de uitvoering van het inburgingstraject te decentraliseren. Met de nieuwe wet inburging gaat dat nu dus gebeuren. Statushouders worden dan meer begeleid, de vrijblijvendheid van het inburgen verdwijnt en de inburgingseisen gaan omhoog. En dat is goed nieuws. VVD Haarlemmermeer vindt namelijk dat geboden opvang in Nederland een gunst is uit humaniteit en geen recht. En al daarvoor mogen we dus van nieuwkomers verwachten dat ze hun best gaan doen om zo goed mogelijk te integreren. Het doel van dit voorstel is dan ook om bij te kunnen dragen aan een voorspoedige en rechtvaardige inburgering van statushouders, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse maatschappij. Het initiatiefvoorstel omvat 9 kaders die onze raad wil meegeven aan het college. Deze kaders omhelzen niet de gehele wet, maar wel de kaders waarvan VVD Haarlemmermeer denkt dat deze sterke kaders moet meegeven. Voorzitter, als u mij toestaat, ga ik ook meteen gewoon over op de volledige inbreng. Dan wil ik meteen ingaan op de kaders namelijk. Allereerst de participatieverklaringstraject. Het is belangrijk dat nieuwkomers de kernwaarden van de Nederlandse samenleving eigen maken. Inburgeraars moeten leren dat in onze vrije westerse samenleving geen plaats is voor segregatie, culturele of religieuze onderdrukking. Het is belangrijk dat zij snel leren wat onze normen en waarden inhouden, wat onze geschiedenis is en wat ons bindt. Dat betekent dus aandacht voor recht op zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTI-rechten, antisemitisme en de vrijheid van godsdienst. Inclusief de vrijheid om niet te geloven of om te stoppen met geloven. In het participatieverklaringstraject, dat is echt een nekkenbreker, is hier dus voor bedoeld en wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring. Dit traject is en moet het fundament zijn van het inburgingsproces. De verklaring is er dan ook niet voor de vorm. De inhoud moet goed begrepen zijn en daarom wordt ook voorgesteld om naast de authentieke Nederlandse versie van de verklaring ook een addendum toe te voegen in de moedertaal van de inburger. Dan de specifieke aandacht voor vrouwen. Er zijn nog steeds landen en culturen waarbij vrouwen als tweederangs burger worden gezien. VVD Haarlemmermeer vindt dat een vrouw in Nederland gewoon haar kinderen naar een dagverblijf moet kunnen brengen. Of zelf moet kunnen kiezen om te gaan studeren. Mensen die minderwaardig denken over vrouwen zijn wat ons betreft wellicht beter af op een ander continent en hier dus niet welkom. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat vrouwelijke statushouders actief mee te geven dat ook zij er toe doen. En dat zij ook hier dezelfde kansen kunnen krijgen als man. Onze gemeente draait nu de pilot naar reizende vrouwen, waar onder meer in samenwerking met vluchtelingenwerk de empowerment training All Women Aboard wordt gegeven. En wij zijn heel erg benieuwd naar de resultaten van deze nog lopende pilot. Dan de financiële ontzorging. Waar het in het verleden nogal eens fout ging, was dat statushouders te snel de regie kregen over hun financiën. Hierdoor ontstonden er regelmatig vroegtijdig schulden. Binnen de maatschappelijke ondersteuning wordt nu een periode van 6 maanden ingevoerd
van financiële ontzorging ter voorkoming van schuldenopbouw. Echter, 6 maanden is niet heel lang. Helemaal niet als een statushouder getraumatiseerd is of gewoonweg nog niet vaardig genoeg is om zelfstandig zijn financiën te regelen. Daarom wordt voorgesteld om de periode van ontzorging te verlengen als dat nodig is. De nieuwe wet inburgering geeft ons die ruimte ook. Het college geeft in haar bestuurlijke reactie aan dat deze verlenging een aandachtspunt is en dat de vergoeding vanuit het Rijk betekent, herstel, dat de vergoeding vanuit het Rijk berekend is op een periode van 6 maanden. Wij vinden het net zoals het college zeker een aandachtspunt, maar wij zien wel voldoende ruimte om hierin te kunnen voorzien. Het bedrag voor maatschappelijke ondersteuning is €2370 per jaar per statushouder en is niet geoormerkt. Er is voldoende budget voor ontzorging en biedt ruimte voor mogelijkheid tot verlenging voor maatwerk. Minister Koolmees heeft hiervoor ook bestuurlijke afspraken met de VNG gemaakt. Zelfs als het budget voor maatschappelijke begeleiding niet voldoende blijkt, zijn er nog voldoende middelen beschikbaar vanuit de participatiewet. Die wordt namelijk nu ook al ingezet. Daarbij komt, statushouders die er gewoon echt nog niet klaar voor zijn, kunnen we kwalijk aan hun lot overlaten. Sterker nog, wij hebben de wettelijke plicht om hen te voorzien van goede begeleiding. Daarbij is VVD Haarlem meer van mening dat een verlenging uiteindelijk juist kosten kan besparen, doordat statushouders geen schulden opbouwen en dus uit de schuldsanering kunnen blijven. We moeten dit vraagstuk dus niet te lichtzinnig omgaan. Dan kort over de taaleis. De nieuwe wet schrijft taaleis B1 als norm voor, waar dat voorheen A2 was. Het spreken en kunnen lezen van de Nederlandse taal is zeker in tijden van verregaande digitalisering een belangrijke vaardigheid voor statushouders om zich te kunnen redden in de maatschappij. De wet voorziet voldoende alternatieven voor maatwerk voor als B1 echt niet haalbaar blijft. Wat de VVD betreft moet dat dan ook wel echt bij uitzonderingen blijven en blijft B1 voor het grosso modo wel leidend. Dan de inkooptaalscholen en de MAP. Ook is er in de nieuwe wet meer focus op het voorkomen van fraude bij taalscholen. De gemeente krijgt met deze wet namelijk de regie terug en gaat de inkoop zelf doen. Alle taalscholen moeten daarbij voldoen aan het keurmerk Blik op Werk. Daarbij wordt voorgesteld in het voorstel dat het college in het kader van de module Arbeid en Participatie, of de MAP, nu al bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden aan moeten gaan om statushouders de mogelijkheid te geven om vroegtijdig deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. Een combinatie van werken en leren is daarbij wat ons betreft een uitgangspunt. Dan kort iets over de voorschoolse educatie. Als statushouders jonge kinderen hebben, kunnen zij een indicatie aanvragen voor voorschoolse educatie. Dat is echter niet verplicht. Wat de VVD betreft worden statushouders daarom actief gemotiveerd om hier gebruik van te maken. Dit geeft deze kinderen namelijk de vaardigheid om zich zelfstandig te redden in onze maatschappij. Als politieman heb ik recent een aantal uren naar een aantal kinderen van statushouders moeten zoeken, omdat ze de bus hadden gepakt en de halte hadden gemist. Ze spraken de taal nog niet zo goed en waren volledig verdwaald. Gelukkig is dat goed gekomen, maar met voorschoolse educatie had het waarschijnlijk voorkomen kunnen worden, omdat ze daarin naast taal ook sociale vaardigheden aangeleerd krijgen en omgaan met andere kinderen uit hun buurt. En dat is zeker voor jonge kinderen ontzettend belangrijk. Dan tot slot over de handhaving. VVD Haarlemmermeer is voorstander om het handhavingsbeleid strikt toe te passen. Wie willens en wetens niet een positieve bijdrage levert aan zijn of haar integratietraject, zal bij verwijtbaar handelen moeten worden gestraft. Daarbij moet uiteraard oog zijn voor bijvoorbeeld vrouwen die vanuit culturele achtergrond wellicht minder weerbaar zijn en daardoor wellicht niet voldoen aan bepaalde eisen. Voorzitter, ik rond af. Met dit initiatiefvoorstel wordt het college opgeroepen om ons als raad bij diverse thema's actief en regelmatig te informeren. Dat geeft ons als raad de mogelijkheid om beleid te evalueren en eventueel bij te sturen. Daarbij neemt onze raad een actieve rol aan in een belangrijk dossier. Het gaat namelijk niet om cijfers, het gaat om mensen. Het onderwerp gaat mij naar het hart, omdat ik als politieman vaak de gevolgen zie als integratie niet uitwerkt zoals we dat binnen de politiek hopen. Ik hoop en streef daarom ook naar een raadsbrede steun voor dit voorstel. Tot zover, voorzitter. Dank u, meneer Achterberg. Ik zag een handje van meneer Vermeulen. Is dat als interruptie bedoeld of wilt u graag het woord voeren? Nee, ik wilde inderdaad graag het woord voeren, voorzitter. Oké, dan geef ik u zo als woord. U was het eerste die het handje opstak. Als anderen het woord willen voeren, graag even het handje opsteken. Dan schrijf ik u op in volgorde van opsteken. Meneer De Vries. Ja, mevrouw Kamsteeg. Meneer Vermeulen, gaat u gang. Voorzitter, dank u wel.
Voorzitter, al decennia lang kent ons land het probleem van massa-immigratie, waarbij met name de inburgering van migranten uit islamitische samenlevingen geen succes genoemd kan worden. Het resultaat van dit falen noemen wij de multiculturele samenleving. Een contradictie. Een samenleving staat of valt met het hebben van een gezamenlijke cultuur, met een gedeelde set van waarden en normen. In de praktijk kennen we in ons land een zelfverkozen apartheid van bevolkingsgroepen die hier gekomen zijn, maar ervoor kiezen met de rug naar de vrije Nederlandse samenleving te staan. Bevolkingsgroepen waar de rol van de vrouw, omgang met seksuele voorkeur, arbeidsethos en door een middeleeuwse religie voorgeschreven leefregels haak staan op de Nederlandse normen en waarden. Dit is allemaal het gevolg van de vrijblijvendheid waarmee we voorgenoemde nieuwkomers lieten inburgeren. Een probleem waar te lang van is weggekeken. Voorzitter, de fractie van Forza is voorzichtig blij met de nieuwe wet op de inburgering die de verantwoordelijkheid hiervoor delegeert naar de gemeenten en voor de uitvoering een aantal bevoegdheden toekent die het mogelijk maken om nieuwkomers met een sterk afwijkende culturele achtergrond zich met enige drang de normen en waarden van ons land eigen te laten maken. Wat ons bevreemdt is het waarom en de timing van dit initiatief raadsvoorstel. De bestuurlijke reactie en een kort gesprek met de portefeuillehouder leerde ons, onze fractie, dat de vertaling van deze wet naar een raadsvoorstel in volle gang is en dat we een raadsvoorstel vanuit het college nog voor de voorjaarsrapportage kunnen verwachten. De fractie van Forza kan zich niet aan de indruk onttrekken dat dit initiatief raadsvoorstel zo net voor de verkiezingen van 17 maart vooral bedoeld is om aan de inwoners van Haarlemmermeer te laten zien dat ze bij de VVD moeten zijn voor streng immigratiebeleid en succesvolle strenge inburgering. De heer Achterberg leidt zo de aandacht af van het desastreuze immigratiebeleid van 3 kabinetten Rutte, waardoor ons land de afgelopen 10 jaar werd overspoeld door meer dan 750.000 immigranten uit islamitische landen. Een beleid dat, zo is berekend, meer dan 100 miljard euro heeft gekost. Zeg maar dik 1,5 jaar coronamaatregelen er nog een keer bij. De fractie van Forza wacht af of de portefeuille deze wet succesvol zal weten te implementeren en om te zetten in een goed raadsvoorstel. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik zie af en toe een handje verschijnen, maar ik weet niet of dat dan spreekvoorhoorde of interruptie is. Dus als mensen een interruptie willen, laat het even weten met even zwaaien of toch even de microfoon openzetten om mij erop te wijzen als dat niet duidelijk is. Als er nu geen interrupties zijn, dan is de volgende de heer De Vries, ChristenUnie SGP. Meneer De Vries, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vrij uniek. Een initiatief raadsvoorstel. In grote lijnen kunnen wij de argumentatie van de indiener volgen en ondersteunen. Mooi ook dat de indiener al ver voordat de wet in werking treedt de verdere uitwerking bespreekbaar wil maken in de raad. We willen enkele punten aanstippen. Een langere begeleiding door de gemeente om de inburgeraar een betere startpositie te geven en niet voortijdig los te laten in de maatschappij. Ook is er oog voor het voorkomen van schulden. Onze fractie heeft wel, komt nog wel met een extra punt. Er zijn 9 punten genoemd. En wij kwamen ermee dat eigenlijk veel vluchtelingen met trauma's hier komen. En je ziet dat dat vaak niet goed gaat in de begeleiding. En in dat opzicht kwam er ook het idee van de welbekende ommetjesprofessor Erik Scherder. Die aangaf dat, die heeft onderzoek gedaan naar vluchtelingen en de combinatie met dansen. Een bijzondere combinatie, maar het blijkt dat dansen een heel goed effect heeft op het brein. En onze fractie stelt voor om te kijken of in de begeleiding, waar budget voor beschikbaar is gesteld, om daar ook bij mensen met zware trauma's daar rekening mee te houden. Ten aanzien van het bevorderen van zelfstandigheid in punt 2, ook daar kunnen wij als fractie wel achter staan, mits er geen sprake is van dwang. En overigens ook de mannelijke partners van de betreffende vrouwen actief worden meegenomen in de manier waarop we de gelijkwaardigheid beleven. Want je kan natuurlijk wel vrouwen stimuleren om zelfstandig te gaan zijn. Maar als de man vervolgens zegt van en jij blijft hier, dan schieten we het niet zo erg op. Verder, ik hoor meneer Vermeulen zeggen met enige drang normen en waarden eigen maken.
ik vrees dat dat niet werkt. Het zou bij mij tenminste ook niet werken om normen en waarden die mij vreemd zijn met dwang eigen te maken. Ik denk dat dat iets is wat vanuit de persoon ook zelf moet komen. En wij zijn nogal wars van drang. Dat geldt ook voor de vrouwen die niet gewend zijn te werken. We vinden het van groot belang dat vrouwen zich dienstbaar maken aan de maatschappij. Dat kan op meerdere manieren. Maar ik heb begrepen van de heer Achterberg dat het niet zo is dat de vrouwen gedwongen worden om te werken. Alleen, daar hangt een financieel plaatje aan vast. Want dan zou er ook geen uitkering zijn. En dat is natuurlijk volstrekt logisch. Tot zover mijn inbreng. Dank u wel. Sluit u nog niet af, want ik zag een interruptie van de heer Van Meulen, als ik dat goed begrepen heb. Klopt dat, meneer Van Meulen? Ja, dat klopt. Zeker, voorzitter. Nou, heel erg in het kort. Wat ik proef bij meneer De Vries is vooral pleiten voor de vrijblijvendheid die we de afgelopen 40 jaar hebben toegepast. En ik hoop dat meneer De Vries het met me eens is dat dat toch niet tot een heel geweldig resultaat heeft geleid. Ja, mag ik daarop reageren? Jazeker, gaat u gewoon mee. Oké, dank u wel. Nou, ik denk dat als meneer Vermeulen zich voorstelt dat hij verhuist naar een islamitische republiek, dat zal hij natuurlijk nooit doen. Maar stel het u zich even voor en u zou daar de normen en waarden van het land zich eigen moeten maken. Dan denk ik dat u daar ook wel best wel even moeite mee heeft. Dus ik denk dat je mensen wel mag laten onderschrijven dat je in een land leeft waar bepaalde normen en waarden heersen. Maar dat je die niet, voor jezelf internaliseert of iets dergelijks. Dus je moet ze wel accepteren, maar dat is wat anders dan er zelf helemaal volledig mee instemmen. Ten slotte nog even een punt over het college. Nee, voordat u er verder gaat, een laatste reactie nog van de heer Vermeulen, dan sluiten we dit punt af. Een korte reactie, de heer Vermeulen. Nou ja, het feit is natuurlijk dat deze mensen die komen hier niet, die komen hier omdat ze vluchten voor dingen die in hun eigen land helemaal misgaan. Dat is dus eigenlijk de cultuur die ze meebrengen, daar gaan ze voor op de loop. En dat is het geval als ik ga verhuizen helemaal niet het geval, want dan zou er een heel ander belang spelen. Meneer De Vries, kunt u reageren en afronden alsjeblieft? Ja, ik zie dat wat anders. Want ik denk dat als je moet vluchten, dan wil het nog niet zeggen dat je daarmee ook de normen en waarden van je land meteen achter je weggooit. Het college wordt gevraagd om een jaarlijkse rapportage op een aantal punten. Het lijkt ons goed om daarbij ook enkele wezenlijke indicatoren te benoemen. Bijvoorbeeld wat over de verlenging van de zogenaamde ontzorgingsperiode, het gebruik maken van de voorschoolse educatie en het aantal keren dat boetes in verband met verwijtbaar gedrag zijn opgelegd. En nog even een slotopmerking naar de heer Vermeulen. Het is natuurlijk niet zo dat wij onze instemming met het voorstel teruggaan in de tijd waar het allemaal vrijblijvend is. Want hier worden best wel een aantal punten genoemd waar wat meer dwang achter zit om mensen voor de maatschappij klaar te stomen. Bijvoorbeeld een hoger niveau in de taal en dat soort zaken. Dus dat is een beetje te kort door de bocht van de heer Vermeulen. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we naar de volgende. Ik zeg even wie nu op het lijstje staan. Dat is meneer Beuzenberg, mevrouw Kamsteeg, mevrouw Elvers en mevrouw Vink. Zou u de handjes weg willen halen? Dan gebruiken we die alleen voor interruptie. En als u zich wil melden als volgende spreker, kunt u dat in de chat zetten. En ook meneer De Vries, u heeft nog een handje staan. Als u die weghaalt, kunt u dadelijk ook nog interrumperen. Anders wordt het lastig. Dan ga ik als volgende naar de heer Beuzenberg van de SRH. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vanavond bespreken we het initiatiefvoorstel Wet Inburgering 202X. De titel zegt het al, we gaan het vanavond hebben over inburgering. Voorzitter, SRA zou het volgende standpunt in willen nemen. We kunnen mensen helpen, maar op een eerlijke manier. Hiermee doel ik dat mensen die naar ons land toekomen in het opzicht van SRA worden voorgetrokken. Ik zal de volgende situatie schetsen. Als een Nederlander een sociale huurwoning wil huren, dan is de wachttijd minimaal 10 jaar met uitzondering van urgentieverklaringen. Laat het dan net zo zijn dat asielzoekers / statushouders er niet zo lang op hoeven te wachten. Voorzitter, hoe kan het nou zo zijn dat onze eigen burgers worden weggecijferd tegenover statushouders? Ook krijgen statushouders een uitkering, ook wel leefgeld, voor de eerste 6 maanden.
Maar op het moment dat de statushouder onvoldoende voortgang heeft gemaakt met de inburgering, dan kan deze periode diverse keren worden verlengd. Voorzitter, waarom is het zo dat wij iedere keer het leefgeld van deze statushouder kunnen verlengen, maar dat onze eigen burgers per se moeten solliciteren om een uitkering te behouden? Voorzitter, het gaat zelfs zo ver dat iemand met een bijstandsuitkering, als iemand met een bijstandsuitkering een tas boodschappen van zijn of haar moeder krijgt, dat zij, hij of zij dan een hele hoop geld moet terugbetalen van de uitkering. Schandalig, vindt SRA. En voorzitter, over de verlenging van het leefgeld van een statushouder, zit er ook nog een maximum aan? Of zou een statushouder in theorie zijn inburgering dusdanig kunnen tegenwerken, zodat hij niet meer hoeft te werken voor zijn geld? Hiermee wil ik niet zeggen dat alle statushouders niet welwillend zijn. Maar voorzitter, u kunt het toch nooit verkopen aan onze burgers dat u geld aan het weggeven bent aan mensen die zich niet inzetten voor onze maatschappij? Dan kom ik nu bij de conclusie. Een wet/beleid uitvoeren met oog op inburgering vindt SRA een goed idee. Maar het moet eerlijk blijven, netjes achteraan in de rij aansluiten en op het moment dat iemand denkt, ik hoef niks bij te dragen aan de maatschappij, dan afscheid nemen. Ik snap dat we ze niet buiten onze gemeentegrenzen kunnen zetten, maar we kunnen ze wel aansporen door te laten zien dat als deze mensen niks bijdragen aan de maatschappij en ze geen inzet tonen, dat er dan ook geen geld voor hun beschikbaar is. Dank u wel. Dank u wel. Dan zie ik een interruptie van mevrouw Beaulieu. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad, voorzitter. Ik had een vraag aan meneer Beuzenberg. Dat is een stevige woorden die u gebruikt. En u heeft het onder andere over sociale huisvesting. En mijn vraag is eigenlijk, bent u het niet met mij eens namens GroenLinks dat er gewoon te weinig sociale huurwoningen zijn gebouwd? Ik denk dat ik mag, hè, voorzitter. Ja. Nou, voorzitter, wat mevrouw Beaulieu zegt, dat zeggen wij al een hele tijd. Tuurlijk zijn er veel te veel sociale, of te weinig sociale huurwoningen gebouwd. Dat is iets waar wij al hele lange tijd voor pleiten. Dus het is een beetje het vraag naar de bekende weg, wat mij betreft. Maar ja, wij houden ook het standpunt in dat als iemand een sociale huurwoning wilt hebben, dat er wel netjes achteraan in de rij aangesloten moet worden. En niet dat onze eigen burgers jaren moeten wachten en andere mensen niet. Dank u wel. Laatste korte keer op dit punt, mevrouw Beaulieu. Ja, en dan nog een korte vraag. Mijn vraag is hoe je kunt inburgeren in een gemeente waar je niet woont. Misschien kan meneer Beuzenberg daar nog iets over melden. Voorzitter, ik heb ook niet gezegd dat statushouders hier geen plek mogen krijgen. Op het moment dat zij hier komen en dat wij een toekomstbeeld hebben om hun hier te laten wonen, dan moet dat natuurlijk geregeld worden. Maar het lijkt me niet dat dat dan via een sociale huurwoning direct gaat, die met een uitkering betaald wordt in eerste instantie. En terwijl er ook burgers zijn die jaren wachten op een sociale huurwoning, die ervoor willen werken en dat hun nog steeds die woning onthouden wordt. Dank u wel. Dank u wel. Gaan we naar de volgende spreker en dat is mevrouw Kampsteeg. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Vanavond bespreken we, zoals al eerder gezegd, het initiatief raadsvoorstel wet inburgering. Allereerst bedankt mijn fractie de heer Achtenberg voor dit initiatief en het vele werk dat hij hierin gestoken heeft. De PvdA bedankt ook de wethouder voor de snelle beantwoording van onze technische vragen. Dan het raadsinitiatief zelf. Dit raadsinitiatief wil het college beleidskaders meegeven betreffende de nieuwe wet inburgering. Wat de PvdA betreft volgt dit raadsinitiatief de wet en geeft dit geen aanleiding tot veel discussie. Dit blijkt ook uit de bestuurlijke reactie op dit initiatief, waarin aangegeven wordt dat alle genoemde beleidskaders meegenomen gaan worden in de nota concept voorstel aanpak implementatie nieuwe wet inburgering die op dit moment opgesteld wordt. Dit stemt ons positief en we zien deze conceptnota met vertrouwen tegemoet. Er is wel één onderdeel waarover de PvdA een nadere toelichting zou willen hebben van de heer Achterberg, maar ook van de portefeuillehouder en de collega's, en dat betreft het leefgeld. In het voorstel wordt de periode van leefgeld gekoppeld aan de mate van inburgering of participatie. Dit instrument is echter ontwikkeld om de statushouder financieel zelfredzaam te maken. Mijn fractie vindt dan ook dat, als blijkt dat de statushouder dit na 6 maanden bereikt heeft, dit gestopt moet worden.
Het moet niet ingezet worden als een strafmaatregel. Daar zijn andere instrumenten voor binnen de wet. De PvdA vraagt ook aandacht voor de ondertussengroep. Dit zijn de statushouders die sinds de nieuwe wet inburgering in de Eerste en Tweede Kamer is aangenomen en het moment dat deze wet in werking treedt, in onze gemeente gehuisvest worden. Deze groep dreigt tussen wal en schip te raken. Het voorstel van de PvdA is om deze groep nu al in de geest van de nieuwe wet te begeleiden. Dit betekent wat ons betreft dat er voor deze groep ook al een brede intake plaatsvindt en een plan van integratie en participatie opgesteld wordt. Hoewel bij de beantwoording van onze technische vraag hierover aangegeven wordt dat een dergelijk plan nog geen juridische status heeft, vinden wij dit wel een mooie kans om hier alvast ervaring mee op te doen. Hiervoor zijn door het Rijk ook extra middelen ter beschikking gesteld. We horen graag wat de wethouder en de collega's hiervan vinden. Tot slot, voorzitter. De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Een goede begeleiding van de statushouder is daar een voorwaarde voor. En daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden. Mogelijk vallen deze hoger uit dan het budget wat meekomt uit Den Haag. Echter, een succesvolle inburgering vergroot de kans op werk. En zoals zo vaak gaan ook hier de kosten voor de baten uit. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kamsteeg. Dan gaan we naar mevrouw Elvers van de HAP. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. En uiteraard wil ik ook de heer Achterberg bedanken voor zijn inzet. U heeft veel werk verzet en dat waardeert mijn fractie. Voorzitter, HAP wil deze wet beschouwen in de breedte zoals deze bedoeld is. In dit initiatiefvoorstel ontbreken belangrijke thema's. En dat is misschien wel het belangrijkste bezwaar van mijn fractie tegen dit initiatiefvoorstel. Het is niet compleet. Zoals het ontbreken van een kader met de betrekking tot de wettelijke huisvesting, verplichting voor inburgeringsverplichtingen, ook zo'n nekkenbreker. Voorzitter, HAP gaat ervan uit dat er op korte termijn en uiteraard binnen de termijn, zoals afgesproken in de SAR, een doorwocht voorstel komt van het college, waar alle relevante onderdelen van de wet een plaats in hebben en het sociale gezicht van deze gemeenteraad zichtbaar is. Wij horen graag van de portefeuillehouder wanneer het raadsvoorstel aanpak, implementatie, nieuwe wet inburgering richting de raad komt. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. De volgende is mevrouw Vink van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een initiatiefvoorstel voor de nieuwe wet inburgering. Het CDA is groot voorstander van het nemen van initiatief door de raad. Het is een belangrijk instrument dat we als raadsleden kunnen inzetten. Wij zijn ook blij dat het initiatiefvoorstel Bereikbaarheid Bollenstreek Haarlemmermeer inspireert om dit instrument in te zetten. Wij danken de heer Achterberg voor zijn vele werk hieraan. Wat het CDA betreft heeft een initiatief echt meerwaarde als hiermee een nieuw beleid wordt geïnitieerd, waarvan duidelijk is dat dit beleid niet uit zichzelf zal ontstaan. Op basis van de brief van het college kunnen wij echter niets anders dan constateren dat hier geen sprake van is. Het beleid is in voorbereiding bij het college en de punten die zijn opgenomen in het raadsvoorstel zijn onderdeel van het beleid. De collegebrief geeft aan dat alle 9 punten in het initiatief raadsvoorstel worden meegenomen in de collegenota. Hiermee is dit raadsvoorstel overbodig geworden. Bovendien is het collegenota integraal en het huidige voorstel niet. Zo wordt in het uiteindelijke voorstel het advies van de participatieraad meegenomen en vindt de toetsing op de budgetten plaats. Bovendien wordt het collegevoorstel ruim op tijd aangeboden. Het CDA heeft dus geen behoefte aan een initiatiefvoorstel. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Meneer Spijker, één adem en meer. Gaat u gang. Meneer Spijker, wij horen u niet. Ik zag u net wel, maar op het moment niet. En ik hoop dat ik nu wel zichtbaar ben. Dan je bent in ieder geval hoorbaar al. Ben ik zichtbaar? Een goede dag. Kijken. Ja, zeker. Gaat uw gang. Ik ga nog even opnieuw beginnen. Ik heb maar heel weinig tekst, dus dat scheelt. Onze complimenten voor het raadsvoorstel van meneer Achterberg, met zoals velen. Dit zet de basis voor de raad om zelf actief duidelijke kaders te stellen richting het college. Statushouders en vrouwelijke nareizigers
moeten zo goed mogelijk kunnen inburgeren en participeren in onze maatschappij. En dus taal is van groot belang. En daarom ondersteunen wij ook taalnorm B1. Wij begrijpen natuurlijk dat mensen met een afstand extra steun moeten krijgen om deze taal machtig te worden. Eenhalen meer steunt ook het concept van gelijkheid voor alle vrouwen. En zeker dat zij ook juist de mogelijkheden moeten krijgen voor de eigen ontwikkeling en zelfstandigheid. Last but not least, dan moeten zeker de inburgeraar leren om geen schulden op te bouwen door een betere controle op hun financiële positie. Dit is mijn eerste ronde. Dank u wel, voorzitter. Dat was inderdaad bondig. Inmiddels heeft zich een volgende spreker gemeld, meneer Solman. Gezondheid en meer. Gaat u gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Het doel van deze wet is natuurlijk prachtig. Alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij, dan het liefst via betaald werk. Via deze wet wordt beoogd het hoogst mogelijke taalniveau te behalen, de fraudegevoeligheid van de taalscholen wordt aangepakt en er wordt voorkomen dat inburgeringsplichtigen snel in de schulden terechtkomen. Daarbij wordt de uitvoering van de wet gedecentraliseerd naar de gemeente. Zoals gezegd wordt voorkomen dat inburgeringsplichtigen direct in de schulden terechtkomen door het betalen van leefgeld in de eerste 6 maanden. In het kader van het maatwerk wordt voorgesteld deze termijn te kunnen verlengen. Waarom spreken we niet af dat leefgeld wordt betaald totdat de inburgeringsplichtige doorgestroomd is naar betaald werk? Een bijstandsuitkering of leefgeld is hetzelfde bedrag. Alleen wordt bij leefgeld alle vaste lasten al betaald, waardoor de inburgeringsplichtige niet in de schuld terecht kan komen. Dus voor hetzelfde geld geen schulden. Gelijk doen, zou je zeggen. Een deel van de uitvoering blijft bij de overheid, zoals de handhaving van de inburgeringsplicht en het verlenen van boetes als dat nodig blijkt. Begrijpelijk. Boetes zorgen ervoor om verkeerd gedrag te ontmoedigen, maar belonen werkt weer goed om goed gedrag te bevorderen. Om terug te komen op het betalen van leefgeld, wij zien zeker het voordeel van het betalen van leefgeld tot de inburgeringsplichtige is doorgestroomd naar betaald werk. Op deze manier wordt de inburgeringsplichtige dus beloond voor het voltooien van de inburgering. Een belangrijk onderdeel van de inburgering is de PVT, het participatieverklaringstraject. De inburgeringsplichtige zal moeten verklaren zich te conformeren aan de Nederlandse normen en waarden. Maar wat gaan we doen als de inburgeringsplichtige die wel vertekent, maar er zich duidelijk niet aan houdt? Onbeperkt boetes opleggen of bij strafbaar gedrag een taakstraf of zelfs gevangenisstraf? Of moeten we tot de conclusie komen dat als een inburgeringsplichtige zich willens en wetens niet houdt aan de Nederlandse normen en waarden en voor dit persoon wellicht geen plek is in de Nederlandse samenleving? Wij vragen ons dus af welke sancties volgen als de inburgeringsplichtige zich niet houden aan de Nederlandse normen, waarden en wet. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan is mevrouw Van der Meij van D66. En excuses, u was eigenlijk eerder aan de beurt. Maar u was zo snel dat u bovenaan stond. Gaat u gang. U bent in ieder geval nu... De eerste zullen we de bijna laatste zijn. Dank u wel, voorzitter. Een initiatiefvoorstel. Een prachtige methode om met elkaar in gesprek te gaan. Maar toch heeft D66 bij het initiatiefvoorstel dat nu ligt wel zo haar vraagtekens. Het is al eerder gezegd, ik geloof door de Partij van de Arbeid... Het voorstel wat nu voor ligt, volgt eigenlijk de wet. En daar zit wat D66 betreft precies het probleem met dit huidige initiatief. Heel veel punten van de 9 punten die opgenomen zijn in het initiatiefvoorstel volgen echt direct uit de wet. Dus het lijkt nu alsof de VVD een prachtig plan en prachtig kader stelt. En daarvan zegt D66, nou, die kaders volgen direct uit de wet. Bijvoorbeeld het toepassen van het boetebeleid. Daar biedt de wet erg weinig ruimte voor... eigen invulling van de gemeente. Dus het is eigenlijk een statement wat de heer Achterberg maakt... boetebeleid toepassen, lijkend alsof de VVD daarmee aangeeft... wij willen een heel streng beleid, maar het volgt uit de wet. Hetzelfde geldt voor de voorschoolse educatie. De brede intake die gevoerd moet worden... maakt juist dat alle onderdelen, dus ook de kinderen, aan bod moeten komen. Nog zoiets, combinatie van taal en arbeid is wat VVD betreft het uitgangspunt... Dat is ook het uitgangspunt en het hele doel van deze wetgeving. Een duaal stelsel, dus op 2 sporen inzetten. Daarbij wordt er gezegd, het fundament van het huis meegeven, er is werk aan de winkel. Dat wekt een beetje de suggestie alsof er nog niet gewerkt wordt in dit huis aan dat fundament. Dat lijkt me ook niet helemaal terecht, zeker niet, omdat dit een wet is die is uitgesteld. Hij zou eigenlijk per 1 juli ingaan. Dus ik verwacht zeker dat de portefeuillehouder daar al lang aan het werk is. Maar dat hoor ik graag zo meteen. Mevrouw Van der Meij, ik onderbreek u even. Ja. Want er is een interruptie. Dus voordat u verder gaat, meneer Achterberg, wilt u graag interrumperen. Meneer Achterberg, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Van der Meij, natuurlijk komt dat voort uit de wet. Als het niet uit de wet voortkomt, mogen we er namelijk niks mee. Waar dit voorstel op ziet, en als u dat goed leest, ziet u dat ook, is dat er een aantal schuifjes zijn waar we aan mogen zitten. Als het om boetebeleid gaat, mogen wij bepalen of hoe streng we dat willen doen. Als je naar de bijstand kijkt, hebben we op een gegeven moment een discussie gehad over een aantal informele indicaties die gegeven werden, of vrijstellingen. Dat willen we hier niet. Als het gaat om de VE-indicatie, dat ja, klopt, dat is al geregeld, maar het is niet verplicht. Dus wij willen dat het college zorgt dat daar extra aandacht voor is. Dus ik vind het echt te kort op de bocht als u zegt dat wij gewoon de wet hebben overgeschreven, want zo interpreteer ik hem dan maar even, en het dan in een initiatiefvoorstel gooien, want dat doet u echt mij als persoon tekort mee. Mevrouw Van der Meij, dank u wel, voorzitter. Nou, het is niet, is uiteraard niet persoonlijk bedoeld, maar ik zie die schuifjes inderdaad stukken minder dan dat u ze nu voorstelt in het initiatiefvoorstel. En dat is mijn persoonlijke mening. Ik moet even terug naar wat ik nog wilde zeggen. Oh ja, dat gaf de Partij van de Arbeid ook al aan. Die ontzorgingsperiode, die ziet echt op het financieel zelfstandig maken van mensen en is geen middel om de participatie, zeg maar, voor te laten bestaan. Als iemand in 6 maanden financieel heeft aangetoond zelfstandig te kunnen zijn, ongeacht hoe de integratie dan verder loopt, heeft hij gewoon recht op die uitkering. En D66 is geen voorstander van om dan te verlengen op basis van andere gronden. Nogmaals, de timing is enigszins bijzonder. Daar heeft de heer Vermeulen ook al aan gerefereerd. En ook D66 kan zich niet helemaal aan de indruk onttrekken dat dit toch ook te maken heeft met de verkiezingen die aanstaande zijn. Dank u wel en tot zover. Dank u wel. Gaan we naar mevrouw, even kijken, Balieu van GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben de hekkensluiter. Heel veel dingen zijn al gezegd. Vanuit GroenLinks zeggen we ook dank voor het initiatief. Heel mooi dat we als raad ook gewoon positie proberen te kiezen hierin. Maar ook hier voor ons geldt dat dit onderwerp wat u nu gekozen heeft eigenlijk wat ongelukkig is. Ook omdat gewoon het college, en dat blijkt ook uit de brief die we hebben gekregen, uitstekend bezig is met de voorbereidingen die er nodig zijn voor de invoering van die wet. En daar wil ik meteen ook iets bij aansluiten. Dat staat ook in de brief. En er was net ook al een klein debatje met meneer Beuzenberg van de SLH over. En meneer Vermeulen begon het ook over de huisvesting. En dat is precies de crux. De inburgering kan pas beginnen als iemand een huis heeft hier of huisvesting ergens wonen. En dat is wat ik heel lastig vind, ook namens mijn fractie, is dat er ook een beroep wordt gedaan eigenlijk op de landelijke overheid om gewoon minder statushouders hier te huisvesten in onze welvarende gemeente. Dat vindt GroenLinks heel erg moeizaam, deze combinatie van het wetsvoorstel en dit raadsvoorstel in combinatie met die oproep om eigenlijk minder statushouders hier te huisvesten. Wij kunnen dat niet goed rijmen en ik denk dat we daar echt nog wel het een en ander over te wisselen hebben. Maar wat ons betreft gaan we dat vooral doen als het college met het voorstel komt wat ze hebben aangekondigd. Dan wil ik nog een ander ding heel graag aangeven. En dat is de samenwerking met vluchtelingenwerk, die al heel bij de gemeente en vluchtelingenwerk werken heel goed samen. Ik heb dat zelf ook een keer mogen meemaken bij een eerste plaatsing. Het was heel erg indrukwekkend het werk wat daar gedaan wordt om mensen te ontzorgen. Maar ook wil ik daarbij aangeven wat ik zelf heb geleerd. En dat is dat ik echt uit eerste hand heb gehoord van iemand die zo blij was dat ze hier kon komen. Die had geen huis, die zat al 10 maanden te wachten nadat ze wist dat ze in deze gemeente geplaatst zou worden. Ze was al bijna 5 jaar in Nederland, heeft ze zelf Nederlands geleerd. En wat zij tegen mij zei toen we één momentje samen in de dames toilet waren, zei ze, wat ik nou zo fijn vind is dat ik straks voor het eerst in 5 jaar een keer weer alleen ben. En deze mevrouw is ongelooflijk gemotiveerd om hier in te burgeren, om hier haar plekje te vinden, om de taal te leren. En soms denk ik wel eens dat we vanuit de argwaan die wij hebben als samenleving, als Nederlandse overheid, richting inwoners, maar ook richting statushouders, heel veel dingen kapot maken in plaats van aanmoedigen. En ik vind het ook best moeizaam dat ook uit deze wet en ook wel een beetje uit het raadsvoorstel ook deze toon spreekt. En dat wou ik namens GroenLinks zeggen. Wij hebben veel vertrouwen in mensen. Oh, daar handelen we naar. Als u mij hoort, ja. Waar zijn de 2 interrupties? Dus daar wou ik maar even de gelegenheid voor bieden. Nou, helemaal goed. Het eerste van meneer Beuzenberg en dan van mevrouw Van der Meij. Meneer Beuzenberg, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik hoor mevrouw Boyeu zeggen dat SRA vindt dat er minder statushouders gehuisvest moeten worden. Dat is niet zo. SRA vindt dat de statushouders, net zoals de andere burgers in onze gemeente, netjes op een huis moeten wachten. En u zegt, u komt met een voorbeeld van iemand die al 10 maanden heeft moeten wachten op een woning nadat zij wist dat ze in onze gemeente geplaatst zou worden. Wat zegt u dan tegen al die mensen die al meer dan 12 jaar aan het wachten zijn op een woning in deze gemeente? Dank u wel. Mag ik? Ja, dat is uitstekend. Want het punt is dat de veelgemaakte gedachtefout is dat we denken in of-of. Maar het is en-en. Er zijn te weinig sociale huurwoningen gebouwd. En dat is een schandaal. Dat vindt GroenLinks ook. En het punt is ook, u zegt vanaf die 10 maanden. Maar deze mevrouw zat al 5 jaar was in Nederland. En je kunt pas beginnen met inburgen. Dat is ook de wet als je woonachtig bent in de gemeente waar je hoort. Dus op het moment, mensen, het is niet alleen een huis, het is een heel leven wat on hold staat. En ik weet niet of... Of u kort wil houden de reactie. Ja, of men zich dat voldoende realiseert. Wat de consequentie is van wachten op je beurt. Ja, meneer Beuzenberg, wilt u daar per se op reageren of kan dat in het debat? Want u bent eigenlijk door uw spreektijd heen. Nou, ik heb een hele korte reactie, want mevrouw Beuzenberg schetst een consequentie van het wachten op je beurt. Maar nogmaals, wat zegt u tegen al die mensen die al jaren aan het wachten zijn op hun beurt en die iedere keer naar achter worden geschoven omdat iemand anders de woning toegewezen krijgt? Dank u wel. Het punt is duidelijk. Mevrouw Beuzenberg, wilt u nog kort op reageren? Ja, wil ik zeker op reageren. Op 17 maart zijn er verkiezingen. Ik zou zeggen, kies dan een partij die niet de marktwerking aanhangt, maar mensen die graag regie willen op de woningmarkt. En er zijn partijen, ook aan de linkerzijde, GroenLinks bijvoorbeeld, die een hele andere gedachtegang heeft. En dan kunnen we een mooie inzaalslag maken. Dank u wel. Ik zie dat het handje van mevrouw Van der Meij weg is. Dus dan ga ik vanuit dat er geen interruptie meer is. En anders dan zal ik het wel zien. Mevrouw Boyeu, volgens mij was u afgerond, slechts aan het afronden. Had ik dat goed? Ja, ik wil eigenlijk nog één slotzin zeggen. Wij hebben vertrouwen in het college. En we kijken met belangstelling uit naar het verhaal wat wij tegemoet kunnen zien van wethouder Rip. En wij kijken ook met heel veel vertrouwen naar statushouders. Mensen die hier komen omdat ze in hun eigen land een hele moeilijke situatie hebben ontvlucht. Want anders waren ze hier namelijk geen statushouder geworden. Dank u wel. Ik kijk even of er iemand in de raad het woord wil voegen. Zo niet, dan gaan wij naar het college. En volgens mij, ja, mevrouw Van der Meij, wilt u nog een interruptie toch doen, zie ik dat? Nou ja, toch even. En ook eigenlijk omdat ik hem nog mee wil geven aan het college. Dus ik moet hem even in een vraag verpakken. Ik hoor mevrouw Boyeu zeggen, het vertrouwen in de statushouders. Een onderwerp wat niet is meegenomen in het voorstel zoals dat er nu ligt, is de onderwijsroute voor statushouders, voor inburgeringsplichtigen. En mijn vraag aan mevrouw Boyeu is eigenlijk, vindt u ook niet dat in het voorbereidend werk wat nu gedaan wordt, in het beleid dat nu ontwikkeld wordt, juist die onderwijsroute ook heel veel aandacht verdient, omdat er zo ontzettend veel statushouders zijn met papieren die in Nederland niet worden gewaardeerd zoals ze dat in het land van herkomst deden, maar die wel enorme capaciteit hebben om via de onderwijsroute juist uit te stromen uit de uitkering. Dus, en daarmee dus ook het B1-niveau halen. Mevrouw Boyeu. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik denk dat wij kansen moeten benutten. En dat is eigenlijk één woord dat ik nog vergeten ben. Maatwerk. Maatwerk in de bejegening van de statushouders. Omdat we soms ook mensen echt ook tekort doen. En ook onszelf als samenleving. Omdat we van de competenties die mensen al hebben geen gebruik maken. Dan gaan we naar het college voor de eerste termijn. Meneer Rip, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben blij dat ik heel eventjes mag meedoen, want ik vind het wel een instrument van de raad. En ook, ik wil het ook kort houden, er zijn een paar vragen gesteld. En ik wil wat onduidelijkheden toch wel wegnemen, daar heb ik wel behoefte aan. Veel is gezegd over de voorbereiding. Ja, daar waren we in 2019 al mee gestart. En dat kwam natuurlijk omdat die wet eraan zat te komen. En hij zou ook veel eerder ten uitvoering moeten komen, maar door uitstel is dat steeds verschoven, nu naar 1 januari 2022, dus ja, we waren er al lang mee bezig. En ik wil u meenemen naar de gesprekken die ik gehad heb met vluchtelingenwerk. Ik hoorde GroenLinks daar ook iets over zeggen, dat waren indrukwekkende gesprekken, maar een van de quotes van vluchtelingenwerk is mij heel erg bijgebleven.
En die zei eigenlijk, het is toch eigenlijk wel triest dat we in zo'n welvarend land als Nederland, dat we een wet moeten maken om vluchtelingen te beschermen. Want dat is feitelijk wat er voor ligt. En ja, het is in ieder geval in de voorbije jaren niet gelukt om dat op een goede manier te doen. Het is ook elke keer, en daar hoef je ook niet voor weg te kijken, een verkiezingsthema. Het is ook al een paar keer genoemd. Ik laat het voor de rest ook gewoon daar. Maar het is wel zo. Nu is die wet, en ik moet zeggen, de vluchtelingenwet is er namelijk heel erg blij mee. Echt heel erg blij, want je ontstaat hier eindelijk maatwerk. En het begint bij de brede intake. En het begint om te goed te doorzoeken wie heb je voor je zitten. Waar komt u vandaan? En wat hebt u voor een verhaal? En hoe kunnen we daar het beste mee omgaan? Dat is eigenlijk de basis van deze wet. En het is ook een lastig thema. Het komt ook elke keer terug. Het is ook nu weer een verkiezingsthema. Geeft niet, dan betekent dat we het elke keer beter moeten maken. Nou, wat ik er verder over wil zeggen, een paar dingen. Ik heb geprobeerd in de reactie, want het is natuurlijk heel erg lastig, als ik u nog geen conceptnota heb voorgelegd. maar die legt wel een concept klaar. En de route daarvan is, want ik geloof dat mevrouw Elbers daar naar vroeg van, wat is nu de planning? Nou, de route is dat ik via het college ga natuurlijk vragen of ik de participatieraad participatietraject mag doen. Dat duurt een week of 4-5. En dan gaan we langs de participatieraad en ik wil langs vluchtelingen. Daar moet ik toestemming voor hebben van mijn collega's in het college. Dat gaat nu gebeuren. En vanavond hoop ik de gedachten, de signalen die ik opvang mee te nemen in mijn uiteindelijke definitieve raadsvoorstel. En dat kunt u ruimschoots voor de voorjaarsrapportage kunt u dat tegemoet zien, want we zijn daar mee op tijd. Ik wil een paar dingen meegeven. Ik hoor iets zeggen over de huisvesting. Mag ik heel even onderbreken, want volgens mij gaat u naar een volgend punt en ik zie nog een handje van mevrouw Beaulieu als interruptie. Voorzitter. Ik had even een kleine vraag. U slikte een woord een beetje in. Klopt het dat u naast de participatieraad ook een reactie gaat vragen aan vluchtelingenwerk? Correct. Ik heb in mijn voorbereiding al vele gesprekken gevoerd. Ik vind het belangrijk dat ik de expertise meeneem en een vrijblijvend advies. Wat ook mij aangeboden is in een van die gesprekken, daar wil ik niet voor weglopen. Dus ik vind het alleen maar goed dat ik dat doe. Maar daar gaat de termijn in ieder geval niet mee uitlopen, hoor. Als u dat met die gedachte, die vraag gesteld hebt, dan blijft het gewoon binnen de participatietermijn van 4 weken. Maar ik ga het wel doen. Mevrouw, wil jij nog heel kort op dit punt? Ja, heel kort. Kunnen wij een afschrift ontvangen van dat advies van wat u krijgt van vluchtelingenwerk? Net als dan van de participatieraad. Een hele concrete vraag, meneer Rip. Gaat er aan? Ja, zeker. Ik zal zorgen dat de adviezen die ik krijg, dat moet u terug kunnen vinden in het definitieve raadsvoorstel. Maar ik kan als een bijlage wel zeker de reacties op de zienswijze, net hoe u het noemt, kan ik meegeven. Dat is geen enkel probleem. Voorzitter, er zijn wat vragen gesteld. En ik hoop dat ik ze allemaal te pakken heb, maar dan anders hoor ik het wel. En dan wil ik snel weer overlaten aan uw debat voor de tweede termijn. Ik heb de financiële kader. Ja, ik wil daar iets over zeggen. Wij zijn voornemens om de uitvoering te doen binnen de financieel gestelde kaders van het Rijk. Het is wel zo, we moeten die wet uitvoeren. Dat is goed, prima. Maar dan moet het wel met de middelen die het Rijk ons verschaft. En ik denk dat het een zuiver kader is. En dat heb ik ook geprobeerd in de brief, in de reactie, om de dingen die niet in dit initiatiefvoorstel te staan, wel aan te stippen, zodat u wel weet dat u dat terug kunt zien in het definitief raadsvoorstel. De huisvesting. Met alle respect, deze wet inburgering heeft niet specifiek iets met die huisvesting te maken. Maar het is gewoon een keiharde wet dat wij ook moeten zorg dragen voor onze gasten en dat je pas goed kan integreren op het moment dat je in de gemeente woont. En dat je je eigen leefomgeving, dat de start is voor je om je perspectief en je toekomst op te bouwen. Dus dat is wel heel erg belangrijk. En ik wil daar aan toevoegen dat wij niet voor niks als college
een aantal weken geleden een brief hebben gestuurd naar het ministerie, naar minister Ollongren, om te zeggen, nou ja, het is prima dat u een forse taakstelling onze gemeente oplegt, maar kunt u dan ook wat meer coulanter zijn als het gaat om het bouwen van woningen? Want het moet natuurlijk wel een klein beetje in balans zijn. Wij hebben dat signaal afgegeven, evenals het signaal afgegeven hebben in de G40 over het uitstel van deze wet. En dan kom ik denk ik een klein beetje op de vragen van de Partij van de Arbeid. U hebt de technische vragen gesteld. Ik probeer ze zo snel mogelijk te antwoorden. U hebt ze gelezen, daar ben ik wel blij mee. Maar wij hebben in ieder geval in de G40 het signaal ook afgegeven. Ja, maar wat doen we nou in die tussentijd? En wat gaan we nou doen met die in 2021 met de statushouders die dan formeel onder de oude wet vallen en dus formeel misschien heel snel weer in de schulden komen of terechtkomen. Want meneer Achterberg had het er ook al over, malafide bedrijven die dus eigenlijk gezorgd hebben dat die mensen nog verder in de problemen kwamen. Nou, dat willen we voorkomen. Dus in de geest van de nieuwe wet, mevrouw Kamsteeg, dan gaan we echt proberen om alvast voor te sorteren op die wet. Onder voorbehoud, hè, want de nieuwe kabinetsformatie komt eraan en ik kan niet inschatten in een glazen bol of 1 januari 2022 ook gehandhaafd wordt of gehaald wordt, maar ik hoop het natuurlijk wel. Iedereen zit er ook op te hopen, want ze vinden het een heel goed, goede wet. Ik heb volgens mij, de SGP, vond ik een opmerkelijke, had het over trauma's, meneer De Vries. Nou, meneer De Vries, het is juist in die brede intake, hopen we een vinger erachter te krijgen. Van wat speelt er allemaal? Wie hebben we voor ons? En wat hebben we nodig om van A naar B te komen en dan statushouder heel snel te integreren in onze samenleving? Als daarbij Erik Schredder met zijn dansschool een rol kan spelen, ik heb het maar even zo vertaald, ik zal dit meenemen in ambtelijk en kijken of daar wat aan te doen is. Ik vind het een leuke suggestie. Ik had er nog nooit van gehoord in ieder geval. Maar we zullen hem meenemen. Even kijken. Meneer Achterberg. Voordat u verder gaat, de interruptie van de heer De Vries. En ik vermoed op uw vorige punt. Dus gaan we er eerst even naartoe. Meneer De Vries. Microfoon. Dank u wel, voorzitter. Ik kan de gegevens van het onderzoek wat Erik Scherder heeft gedaan naar vluchtelingen in combinatie met therapie van dans, zeg maar, kan ik wel voor u nakijken. Dan zal ik u dat wel toesturen. Kijk eens aan, een toezegging vanuit de raad. Ja. Dat is ook een keer leuk. Ja. Prima. Ik ga even naar de initiatieven. Ik heb nog een half minuut. Graag tot afronding komen. Dan moet ik snel zijn. Oké. Naar de initiatiefnemer. Ik vind het altijd prachtig. Echt waar. Ik zit er echt van te genieten dat de raad gewoon een initiatiefvoorstel neemt. Echt. En dat zou raar zijn. Ik heb jaren in de raad gezeten. En ik vond het ook gewoon dat een mooi instrument is. Dus dank daarvoor. U heeft 9 kaders. Ja, ik moet wel een klein beetje mevrouw van der Meij gelijk geven. Veel wat u opgeschreven hebt staat al gewoon in die wet. En dat zult u ook terugzien in mijn definitief raadsvoorstel. Er zijn ook een aantal kaders die u wat verder uitgewerkt wil hebben en waarbij ik nog niet een Zwitsers levensgevoel bij heb, zeg ik dat altijd maar even, en daar ook op een andere manier naar wil gaan kijken. Maar goed, in het definitieve raadsvoorstel wat u voorgeschoten krijgt straks, dan heb u alle instrumenten bij de hand om daar weer wat van te vinden en om dat eventueel nog te amenderen en dan of een motie in te dienen. Dat is helemaal aan u. Maar ik ga dat in ieder geval alle bagage die ik vandaag ophaal, die haal ik, die weeg ik. En die kunt u terugzien op een of andere manier in het raadsvoorstel. Dat was heel kort. Ik wens u een hele goede debat. Ik ga goed luisteren. En ruim voor de voorjaarsrapportage krijgt u van mij een definitief raadsvoorstel. Dank u wel. Nou zie ik nog allerlei handjes. Nou is het natuurlijk niet de bedoeling dat we nog allerlei nieuwe vragen gaan stellen en de tijd van meneer Rip gaan verlengen. Dus ik moet even kritisch kijken naar interrupties. Maar als eerste was wel mevrouw Bolieu, dus ik bied u nog wel de gelegenheid. Gaat u gang. Graag wel van heel kort houden. Misschien ga ik uw grens een beetje oprekken. Daarom zal ik hem heel kort houden. Huisvesting is gewoon een belangrijk punt. Ik weet dat er ook een pilot is. Er is zelfs in een kamerbrief, een beantwoording van kamerbrief in december naar verwezen. Naar de pilot huisvesting statushouders in Haarlemmermeer. Misschien kan de wethouder er kort iets over vertellen, maar het mag ook schriftelijk.
Ik wil gewoon graag weten wat de status is, want de minister wist het niet. Nou, misschien weet meneer Rip het wel. Ja, we gaan eerst even alle interrupties af, want dan doen we even kijken wat nog per se nu moet en wat schriftelijk kan. Ik zie de heer Rip al schrijven, dus dat gaat goed. Kunt u uw hartje weghalen, mevrouw Milieu? Dan gaan we eerst naar meneer Beuzenberg voor ook een interruptie op de wethouder, begrijp ik, hè? Ja, dat klopt, voorzitter. Dank u wel. Ik heb in mijn eerste termijn ook een vraag gesteld. En het kan zijn dat ik hem heb gemist, maar volgens mij heeft meneer Rip hem echt niet beantwoord. En dat is of er ook een maximum zit aan de termijn van het leefgeld van statushouders. Dank u wel. Klinkt wel ergens een technische vraag, maar misschien kan er ook heel snel antwoord op gegeven worden. Mevrouw Kamsteeg. Dank u wel, voorzitter. Ik wilde allereerst even de wethouder bedanken voor de toezegging op de ondertussengroep. En ik had een kleine aanvullende vraag over het budget. Want ik weet dat er nog gelobbyd wordt in Den Haag om een hoger budget te krijgen hiervoor. En ik vroeg me af in hoeverre de wethouder daarbij aangesloten is. Dan wel zelf, dan wel via de VNG. Dan heb ik nog één handje, dat is die van de heer Vermeulen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb een vraag aan de voorzitter. Dat is eigenlijk of hij streng wil zijn op de vragen die gesteld worden. Of die inderdaad over deze wet gaan. Dat we niet heel veel vervuiling in het debat gaan krijgen en onze tijd zo kwijt zijn. Ja, nou helder. Eigenlijk heb ik van alle vragen die ik gehoord heb, volgens mij die allemaal schriftelijk afgedaan worden en kunnen worden. En niet per se noodzakelijk zijn voor dit debat. Dus als ik dat niet goed heb, moet iemand dat nu zeggen voor het handje op te steken. En anders zijn er volgens mij allemaal vragen die schriftelijk beantwoord kunnen worden om u wel te informeren over deze punten. Maar niet per se voor dit debat nu op dit moment. Heb ik dat goed? Zo niet, dan moet u dat nu aangeven. Dan doen we dat daarmee af. Meneer Rip, kunt u hem uit de voeten? Dan concludeer ik dat ik schriftelijk terugkom op de vragen die gesteld zijn. Ja? Heel fijn. Ja, dank. Dan hebben we nu gelegenheid voor het debat tussen de raadsleden. Ja. En dan wou ik eerst naar meneer Achterberg en daarna heeft de heer Beuzenberg zich gemeld. En daarna is het aan degene die zich als volgende meldt. Dus we houden niet de spreektijden aan van de eerste termijn, maar u kunt gewoon een punt aandragen in het vrije debat. Meneer Achterberg, als initiatiefnemer mag u beginnen. Dan gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga straks een stelling erin gooien, dus misschien wel leuk. Ik wil eerst even heel kort ingaan op vooral de opmerkingen over de vorm. Want het verbaast me wel een beetje. Want ik ben hier vanaf oktober, november mee bezig. Ik spreek alle woordvoerders. Ik heb zelfs het gesprek met de wethouder aangegaan. Alles is echt heel goed voorbereid. En wat ik nu eigenlijk terugkijk is, ja, het is een slechte timing en het is verkiezingsretoriek. Dat vind ik teleurstellend. Ik hoop dat we het vandaag vooral over de inhoud gaan hebben. Overigens niet alle fracties, wil ik even benadrukken. En ik hoor de wethouder ook nadrukkelijk vragen om kaders. Dus ja, het is een slechte timing, hoor ik sommigen zeggen. Ik geloof dat het juist een hele goede timing is. Omdat onze wethouder nu al een voorproefje krijgt wat we van dit voorstel vinden. Dus ik wil ook vooral de raad in zijn geheel oproepen om actief advies te geven. En niet te blijven hangen in de vorm. Ik vind namelijk de vorm niet belangrijk. Of nou motie is of een voorstel of weet ik veel, een rondje om het raadhuis. Het is belangrijk dat we gewoon een goed asielbeleid krijgen. Dus ik hoop dat we het echt over de inhoud kunnen gaan hebben. U ontlokt wel een aantal reacties, interrupties. Ja. Ja, dus voordat u naar de stelling gaat, gaan we eerst even deze reacties doen. En dan komen we bij u terug voor de stelling. Als eerste is hier de Vries. En dan meneer Vermeulen, dan mevrouw Elvers. Meneer de Vries. Voorzitter, het is eigenlijk niet, niet zozeer een interruptie, maar een vervolgaanmelding voor een volgend punt. Ik schrijf voeg u toe aan het lijstje. Dan gaan we eerst naar de interrupties. Meneer Vermeulen, gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik hoor meneer Achterberg zeggen dat de wethouder wel haast smeekte om kaders. Ik heb die smeekbede helemaal niet gehoord. Ik heb de wethouder horen vertellen dat de wet uitgewerkt wordt. Dat ze daar heel breed in participeren met de diverse organisaties die daarbij betrokken zijn. En dat hij met een gedegen raadsvoorstel naar ons toe gaat komen. Hij vindt dat u in een aantal punten wat ver gaat. Nou, ik vond eerlijk zeggen, ik vind uw voorstel helemaal niet verkeerd. Alleen begrijp ik niet waarom u überhaupt zo gedetailleerd heeft gemaakt. Omdat
het hele voorstel ook al uitgewerkt wordt door het college, waar uw partij ook deel van uitmaakt. En ik denk, laten we dat nou eerst eens afwachten. En als inderdaad, als u strenger bent en wij kunnen ons niet helemaal vinden in waar de wethouder mee komt, dan kunnen we altijd met een amendement komen. Maar ik zie eigenlijk niet op dit moment de waarde in van het raadsvoorstel waar u mee komt. Dank u wel. Gaan we eerst naar mevrouw Elvers en dan kunt u reageren, meneer Achterberg. Mevrouw Elvers. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, meneer Vermeulen maait bijna al het gras voor mijn voeten vandaan. Want ik wilde ook even reageren op wat meneer Achterberg zegt over dat hij verbaasd is hierover. En dat verbaast mij enigszins. En ook mijn fractie. Want u bent in december, 16 december uit mijn hoofd geïnformeerd dat het college in Q1 naar de raad komt. En het is op dit moment vrijwel exact de helft van Q1. We zitten in week 6 en week 12 eindigt het. Dus ook wij zien niet in waarom u dit instrument heeft ingezet in plaats van wachten tot het college komt met een raadsvoorstel en daarna eventueel dat u komt met een motie of een amendement of meerdere. En dus ook wat ons betreft hoeven we zometeen niet verder te discussiëren over dit initiatiefvoorstel. En kunnen we wellicht nog wel wat kaders meegeven vanuit de wet. Want ja, de wethouder heeft toegezegd dat hij datgene wat hij hoort mee gaat nemen. Maar vooralsnog zullen wij afwachten tot het raadsvoorstel vanuit het college komt. En gaan we daarna met elkaar in deze raad het debat voeren. Meneer Achterberg, kunt u gewoon op reageren en daarna kunt u uw stelling erin gooien. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Vermeulen, ik hoor wat u zegt. Maar we hebben ook een gesprek gehad dat u enigszins teleurgesteld was dat u niet zou mede indienen. Dus ik snap nu niet waarom u in één keer zich tegen het voorstel keert. De opmerking over de wethouder. Ik heb hem horen zeggen dat hij vanavond gaat luisteren en onze kaders mee gaat nemen. Ik heb niet gezegd dat hij smeekt om kaders. Dat heb ik ook nooit gezegd. Maar ik denk dat wij het voor de wethouder wel een stuk makkelijker hebben gemaakt door vooraf al kaders mee te geven. En ja, wat mevrouw Elvers betreft, ja, we kunnen inderdaad gewoon achterover gaan zitten tot het college. En welke partij dat is, dat maakt niet uit. Inderdaad een beleidstuk naar ons toe gooit. Maar we kunnen ook een keer en wat vaker actief vooraf al kaders gaan meegeven. En ik snap niet zo goed waarom dat niet zou kunnen. En waarom dat een bezwaar zou zijn. Ik zie dat gewoon niet. En ik denk dat we ook vaker als raad wel kaders mogen gaan meegeven. We hoeven niet te wachten tot er een beleidstuk ligt. Dank u wel. Ik zie dat mevrouw Elvers ook nog reageert. Ik wil wel voorstellen dat we niet te lang bij dit punt blijven hangen. Want we hebben nog 20 minuten. En er komt nog een stelling aan. En ik heb nog meerdere mensen op het lijstje. Dus eigenlijk als u het goed vindt, wou ik door naar een stelling en een stukje inhoud. En niet dat we te lang over dit punt willen hebben. Maar u gaat er zelf over. Dus als u echt wil reageren, krijgt u die kans. Mevrouw Elvers, is dat reageren, vooral? Voorzitter. Ja, gaat u gang. Kort regelen. Nou ja, ik snap heus wel wat de heer Achterberg zegt. En zo, en doordat u begint over de tijd, ben ik mijn tekst kwijt en ik snap dat dat voor glimlachen zorgt. Ik vind het jammer dat wanneer wij in december geïnformeerd zijn dat er het een en ander in Q1 naar ons toe komt, dat er alsnog op deze manier gehandeld wordt voor het proces. Dat betreuren wij en verder lijkt het me verstandig dat we verder gaan met het debat. Dank u wel, mevrouw Bolieu, nog op dit punt, maar dan echt als laatste. Ja, ik ga het kort maken. Nou, waarom ik ontzettend blij ben dat we dit soort instrumenten, en dat heb ik ook bij meneer Van der Peet, heeft mijn fractie dat ook aangegeven, en dat andere raadsvoorstel wat hij heeft gemaakt. Kijk, wij zijn het bestuursgremium ook, hè, en daarom is het dus hartstikke goed dat we gewoon als raad dualisme aanhangen en dat we ook met dingen komen. We vinden ook dit onderwerp nog net een beetje, ja, niet helemaal geschikt. Maar goed, we hebben het er wel over. Maar wat ons betreft houden we wel vast dat we een duaal systeem hebben. En dat we als raad een bestuursgremium zijn. En dat betekent ook dat we gewoon lekker scherp gaan zijn op de SAR en dat soort dingen. Want er gebeuren ook allemaal dingen daar niet. Maar dat gaan we op een andere manier doen. Maar dat compliment wil ik meneer Achterberg wel echt geven. Dank u wel. Die neemt u aan, zie ik. Wilt u naar uw stelling gaan, meneer Achterberg? Ja, ik denk dat inderdaad, want dan gaan we gelukkig naar de inhoud. We moeten inderdaad wel kritisch blijven naar nieuwkomers. Nee, de stelling is, en die is, dat is misschien de meest gevoelige en de meest interessante, is inderdaad, de wet geeft ons die verlenging voor de ontzorging. En dat staat in de wet enkele keren. Inderdaad, hoe ver willen we gaan als raad om die ontzorging te gaan? En dan gaat het om ontzorging, waarbij iemand na 6 maanden nog niet financieel voldoende zelf in staat is om zijn eigen middelen te betalen. Want ik hoorde een aantal
collega's zeggen, ja, dat gaat dan over een uitkering. Ja, dat leefgeld is onderdeel van de uitkering, maar er worden alle vaste lasten betaald. En ik kan me zo voorstellen dat als je na 6 maanden er nog niet klaar voor bent, dat je dan heel snel in schulden terechtkomt. Maar er moet op een gegeven moment natuurlijk wel een einde aankomen. En de vraag is aan mijn collega's, hoe ver gaan we daarin in mee? Wanneer is het eigenlijk mislukt, om maar even zo te zeggen? Wanneer stoppen we daarmee? Vraagteken. Ja, precies. Nou, dat is mooi van dit systeem is, ik zie de handjes mooi in volgorde verschijnen. Dus u krijgt een hele luie voorzitter. Meneer Vermeulen, u was er razendsnel bij. Gaat uw gang. Een goede en terechte vraag. Ik denk dat dat ook heel moeilijk is om dat helemaal van tevoren in regelgeving op te sluiten. Dus hebben we natuurlijk, zullen mensen zijn die nooit hun eigen broek op kunnen houden en met geld om kunnen gaan. Ik bedoel, dat kunnen heel veel Nederlanders ook niet. Dus ja, wat dat betreft is het een probleem. Ik denk dat je dat inderdaad, net wat u voorstelt, en ik weet zeker dat de wethouder daar ook mee komt, dat je per half jaar moet kijken. Als je denkt, iemand is zelfstandig, die kan in de Nederlandse maatschappij mee, dan geef je hem of haar een hand. En dan zeg je succes in de maatschappij en tot ziens. En als het niet lukt, dan verleng je die periode nog een beetje. En gelukkig zijn dat ook de mogelijkheden die de wet ons biedt. En excuses, toen was het stil. Klein technisch dingetje. Ja, was even een klein technisch dingetje. Maar als volgende is mevrouw Van der Meij, zie ik. Dank u wel, voorzitter. Ja, uiteindelijk gaat het, die ontzorgingsperiode gaat echt om het financieel zelfstandig maken. Als dat in 6 maanden niet lukt, dan moet je dus wel, denk ik, heel concreet in de volgende 6 maanden een plan hebben. Wat is er nog nodig? En als blijkt dat het een onhaalbare kaart is, dan zijn er natuurlijk inderdaad andere manieren. Zoals de heer Vermeulen aangeeft, zijn er meer mensen die nooit die financiële zelfstandigheid hebben. En dan ga je dus over onderbewindvoeringen hebben. Wat D66 betreft is het wel van enorm belang dat er heel zuiver met dat financieel ontzorgen wordt omgegaan. Dus dat het niet als pressiemiddel wordt gebruikt om de inburgering op een andere wijze voor te zetten. Dat het echt gaat om het ontzorgen en het voorkomen van schulden. Dat is waarvoor die ontzorging bedoeld is en niet op een andere manier. En nogmaals, ik denk dat je in een tweede termijn helder moet hebben wat er dan wel nodig is voor deze specifieke inburgeraar. Dank u wel. Even voor de volgorde, meneer Beuzenberg, mevrouw Baljeu, mevrouw Kamsteeg, meneer Spijker en dan is de heer De Vries. Dus meneer Beuzenberg, gaat u gang. Bent u. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is een terechte stelling die meneer Achterberg oppert. En het is natuurlijk ook een hele lastige kwestie. En als het gaat over het leefgeld, wat betrekking heeft tot echt de fase dat we kunnen stellen, nou, iemand is er ingeburgerd. Zou je naar de staat nu 6 maanden voor. Laten we zeggen dat het in een bepaalde situatie wat lastiger gaat. Dan zou je dat natuurlijk wel misschien 2, maximaal 3 keer kunnen verlengen. Maar op een gegeven moment houdt het natuurlijk ook op. Hè? Het blijft net zo lang doorgaan. En het moet ook op een gegeven moment stoppen. En op het moment dat iemand zich niet genoeg inzet of dat het gewoon niet lukt, ja, dan klinkt het heel hard. Maar dan is het misschien wel goed om daar op een andere manier naar te gaan kijken. Want anders blijft het alleen maar geld kosten. En ik denk dat dat iets is wat eigenlijk niemand wil. Dank u wel. Meneer Beuzer, als ik het goed zie, heeft mevrouw Van der Meij een interruptie op u. Gaat u gang, mevrouw Van der Meij. Dank u wel, voorzitter. Ja, want daarmee, precies met de tekst die de heer Beuzenberg nu aangeeft, als iemand zijn best niet doet of het gewoon niet lukt, daar is dat financieel ontzorgen dus nou juist echt niet voor bedoeld. Dat ontzorgen is niet bedoeld om de inburgering te laten slagen, maar het heeft er wel effect op, maar niet zeg maar om dat traject te laten gaan, maar het gaat erom dat mensen schuldenvrij kunnen starten in onze samenleving. En het gaat er niet om om het als pressiemiddel te gebruiken om bijvoorbeeld B1-niveau te laten halen. Dus dat vind ik echt wel een belangrijk verschil, wat wel helder moet zijn. Meneer Beuzenberg, wilt u daarom nog op reageren? Dank u wel, voorzitter. Ja, tuurlijk is dat niet per se het pressiemiddel, maar
dat leefgeld, dat wordt wel gebruikt in de periode dat wij eigenlijk verwachten van iemand dat er bepaalde niveaus gehaald worden. Dus indirect heeft dat er natuurlijk wel ook mee te maken. En als we dan zien dat iemand zich daar niet voldoende op inzet, dan, ja, dan zullen er andere manieren getroffen moeten worden om dat op te lossen. Dank u wel. Met de oog de tijd moeten we echt even door, mevrouw Van Meijen. Ik hoop dat u dat goed vindt, want anders dan blijven we te lang bij dit punt. Heel kort dan, mevrouw. Eén zin, de inburgering is een periode van 3 jaar. Het financieel ontzorgen een half jaar. Dus het is niet de bedoeling dat iemand in een half jaar de periode van 3 jaar propt. Meneer Beusweg, dan nog kort als laatste. Wilt u dat nog? Hoeft niet. Nee. Ja, ja, ik kan alleen zeggen dat ik het zo heb gelezen. En dat het naar mijn mening op die manier in het voorstel staat. Dank u wel. Dank u wel. Dan is als volgende mevrouw Beaulieu, GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, precies wat mevrouw Van der Meijen zegt. Het is de bedoeling dat mensen schuldenvrij beginnen. Dat is ook de reden waarom we wat harder gaan optreden richting, zeg maar, de vrijheid van die taalbureautjes. Dat juicht GroenLinks ook echt toe. Dat mensen gewoon een goede cursus krijgen en niet in de handen vallen van charlatans, terwijl ze dat ook zelf moeten betalen. En heel vaak helemaal niet weten wat er dan precies, wie ze voor zich hebben. En het gaat echt om duizenden euro's per cursus, per statushouder. Dus als je met je gezin hier bent gekomen, loopt het heel snel op. Wij zijn ook fervente tegenstander van betutteling. Dus dat vinden wij heel slecht. En we vinden ook net als D66 dat je heel erg zuiver moet zijn daarmee. Mensen staan niet onder curatelen, maar mensen zijn in een leerfase. Het financiële systeem van Nederland is best wel heel ingewikkeld. Kunnen we allemaal over meepraten. Nou, kijk ook maar wat er kan gebeuren als je toevallig toch iets moet aanvragen. En eerder vandaag werden er vragen gesteld over de CAK die na een jaar nog eens met rekeningen komt. Dat heeft u trouwens zelf gevraagd, meneer Beuzenberg. Dus laat ik het zo zeggen. Het Nederlandse financiële systeem is ingewikkeld. Wij zijn tegen betutteling, voor vertrouwen, maar wel loslaten op het moment dat het echt kan. En het is geen pressiemiddel, op geen enkele manier. Dank u wel, mevrouw Kamsteeg. Ja, dank u wel. Nou, ik kan me eigenlijk al heel mooi aansluiten bij mevrouw Beaulieu en mevrouw Van Meijen, want die hebben al heel veel gezegd. Ook ik, de PvdA is van mening dat als het na een periode van 6 maanden blijkt dat het voldoende is, dan is het voldoende. Er lopen pilots in het land nu met dit systeem en die geven toch wel aan dat het misschien wel verstandig is na die periode om toch nog wat nazorg te leveren. Hè, voordat je iemand helemaal loslaat. Dus ik zou daar dan meer op in willen zetten als gemeente. En ik weet niet, want we hebben het de hele tijd over leefgeld en dat er dan geen schulden zouden kunnen ontstaan. Ik weet niet of iedereen enig idee heeft hoeveel of hoe weinig leefgeld is. Maar ook dan kan je heel goed in de schulden komen. En zeker als je dat gaat verlengen. Vraag het maar bij de voedselbank. Er zijn heel veel mensen die bij de voedselbank lopen. Doordat ze leefgeld hebben. Dus dat wou ik toch nog even meegeven. Dank u wel. Dank u wel. Volgende is meneer De Vries, ChristenUnie SGP. Dank u wel, voorzitter. Ja, in grote lijnen kan ik het verhaal van mevrouw Van der Meij, mevrouw Beaulieu en mevrouw Kamsteeg wel volgen. Wat ik wel heel erg merkte in het raadsvoorstel van de heer Achterberg, en dat geeft ook wel een beetje aan het verschil van inzicht met een aantal andere collega's, is dat hij een aantal knoppen toch heel duidelijk op een bepaalde manier wilde inzetten. En een van die knoppen, of eigenlijk het grote geheel, is het maatwerk. En ik denk dat het meest positieve is, wat ik lees voortdurend, is dat er maatwerk. Het is een individueel persoon die hier komt inburgeren. En ieder persoon is anders. En kijk daarnaar en kijk wat iemand nodig heeft. En dat geldt dus ook voor het leefgeld. Dat geldt voor al dan niet voorschoolse opvang, daar kan je een stimulering in doen om mensen te helpen, om te integreren. Zonder dat je daar nou het woordje betutteling aan moet koppelen. Maar je kan wel mensen activeren en mensen stimuleren. En nogmaals, wij zijn zeker niet van de dwang, laat ik zo zeggen.
Maar stimuleren is altijd goed, zeker als mensen uit een andere omgeving komen. Van zo doen wij dat hier, wat vind je ervan? Ga eens kijken en dan gaat het vast wel beter komen. Dat was wat ik even wilde zeggen. Ja, dank u wel. Ik zie nog twee sprekers op dit punt en dan kan meneer Achterburg afronden van dit punt. Want we hebben nog twee sprekers die een eigen punt wilden aandragen. Dan wil ik graag ook nog ruimte voor bieden in 10 minuten. Dus, maar eerst nog even op dit punt, mevrouw Van der Meij, D66. Excuus, ik ben mijn hand vergeten te laten zakken. Oké, dat gaat dan makkelijk snel. Mevrouw Elvers van de HAP dan. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, inderdaad, ook de fractie van HAP kan zich volledig aansluiten bij datgene wat D66 GroenLinks en de voorgaande sprekers heeft gezegd. En daar wil ik ook wel even bij aanvullen dat, als ik het niet vergis, dat heeft het college aangegeven, hè, op de vraag van meneer Achterberg om die te beantwoorden. Hoe ver willen we gaan? En als ik me niet vergis, heeft het college aangegeven dat de financiën vanuit het Rijk, helaas, wederom, ook hierin natuurlijk van invloed zijn. En wat de fractie van HAP betreft is maatwerk van essentieel belang om goed te kunnen integreren. Daar hou ik het bij, voorzitter. Dank u wel. Ik zie meneer Vermeulen nog met een handje, maar u heeft al gesproken in dit punt. Dus we eigenlijk meneer Achterberg laten afronden om ook nog anderen de gelegenheid te geven. Nou, kunt u daarmee leven? Heel slecht, want ik had graag meneer De Vries van repliek gediend, maar als u dat niet toestaat, ja, dan moet ik me daarbij neerleggen. Misschien als we het op het einde tijd overhouden, kunt u ons nog dat punt opnemen. Maar anders dan komen de andere twee punten niet meer aan bod. En dat zou zonde zijn. Die hebben zich netjes gemeld op tijd. Meneer Achterberg, kunt u dit punt afronden? Jazeker, voorzitter. Dank u wel. Ja, inderdaad, het is afhankelijk wat we vanuit het Rijk natuurlijk binnenkrijgen. Maar we zijn wel regisseur over de inhoud, hoe we dat gaan uitgeven. En ik denk dat we daar moeten gaan kijken hoe ver we daarin in willen gaan. Ik wil nog wel opmerken dat leefgeldverhaal, dat is, die ontzorging, dat is wel bij wet verplicht. Dus het is niet zo dat we daarvan af kunnen wijken, dus korter dan 6 maanden. Maar we gaan er wel over hoe lang we dat door willen laten lopen. Maar ik denk dat we daar als raad zeker uitkomen als ik zo de collega's hoor. Dus dank daarvoor. En dank u wel voor de bondige afronding. Meneer Beusberg, u had zich gemeld met een eigen punt en daarna nog meneer De Vries. Gaat u gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben het in de eerste termijn ook al voorbij horen komen. En dat is de huisvesting. Het kader werd geschetst dat SRA zich niet voldoende inzet voor woningbouw in onze gemeente. Nou is het zo dat onze fractievoorzitter in 2008 al is komen inspreken voor woningbouw. En dat is ver voor dat degene die dat kader schetste überhaupt in de raad zat. En ik zou graag van mijn collega's willen weten hoe zij erover denken met de voorrangsregeling die er nu geldt met betrekking op woningen. Dank u wel. Meneer Vermeulen. Ja, nou goed, ik ben dan natuurlijk ontzettend blij met zowel de HAP als de VVD, die natuurlijk in het collegeakkoord al opgenomen hebben dat we dat helemaal niet meer gaan doen. Hoewel dat nu dat nog steeds stiekem via een achterdeurtje wel gebeurt. Dus ik hoop uiteindelijk dat toch in een volgende periode, als deze wet van kracht wordt, dat er dan toch een college is die daar paal en perk aan gaat stellen. De volgende, mevrouw Beljeu. Dank u wel, voorzitter. Ik wou even reageren op meneer Beusenberg en ik heb het idee dat hij het over mij heeft. Als het gaat over dat ik een kader zou hebben geschetst, dat de SRA zich niet zou inzetten voor woningbouw. Ik denk dat heel veel fracties in de raad zich inzetten voor sociale woningbouw. We bouwen 50% onbetaalbaar in Haarlemmermeer met de nieuwe voornemens. Maar het feit is dat de woningvoorraad helemaal niet past bij onze inwoners. En dat is heel erg voor mensen die hier willen komen wonen en werken. Met een kleinere beurs. En dat betekent dus echt al tot 2 keer modaal of zoiets. Kunnen hier helemaal niet meer wonen. Dat vindt GroenLinks ook ontzettend erg. Maar wij vinden het ook van groot belang dat mensen die hier komen en een status hebben gekregen. Dat zijn dus mensen die door de molen zijn gegaan en hier geregistreerd zijn, omdat zij echt een verhaal hebben waardoor ze hier moeten blijven. En dat betekent dus dat mensen een nieuw leven moeten opbouwen. En daar hoort een huis bij. Het is niet anders. En ik vind het echt heel erg verdrietig dat we in onze samenleving het frame hebben dat als een statushouder een huis krijgt, dat dus betekent dat iemand anders geen huis krijgt. Het betekent voor GroenLinks dat we slechte woningbouwvoorraad hebben die niet weerspiegelt
wat de samenleving van ons vraagt. Want die paar statushouders, relatief, die moeten gewoon een plekje kunnen vinden. Net als de mensen die hier schoolmeester willen worden of uit huis willen gaan. Er zit helemaal geen verschil in. Dus er moet gewoon heel hard gewerkt worden aan het gewoon op orde brengen van de woningvoorraad hier. Die past bij de inwoners die we hier hebben. En dan kunnen we iedereen huisvesten. Ja, dank u wel. Meneer Beuswerk, u mag dit punt afsluiten. Dus eerst nog mevrouw Van der Meij op dit punt. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, je kunt niet van twee kanten hebben. Je kunt niet willen dat de inburgers streng gecontroleerd worden en dat die inburgering zo snel mogelijk gaat gebeuren en dat iedereen zo snel mogelijk die uitkering uit is en geen aanspraak meer maakt op gemeenschapsgelden, als we niet ondertussen ook zorgen dat dat gebeurt in de plaats waar ze dat leven op kunnen bouwen. Oftewel, het is niet van tweeën één. Daarbij het feit dat er het woningtekort is en dat er heel veel mensen op zoek zijn naar een woning. Dat klopt en dat moeten we op een ander punt moeten we daarop inzetten. Maar dat neemt niet weg dat we moeten zorgen dat als we echt vinden dat die inburgering strenger moet en dat dat sneller moet en dat dat succesvoller moet, daar zijn we het volgens mij allemaal over eens, dan is een woning daarbij een essentieel onderdeel. Anders kun je het niet inburgen. Dank je wel. Meneer Achterberg op dit punt. Ja, heel kort nog even, want tuurlijk moet ze een plek hebben, maar VVD is wel voor nog het aanscherpen van het huisvestingsbeleid zoals het tot statushouders gaat. Wat ons betreft is meteen van het AC-hub zo de huurwoning in, is niet haalbaar en realistisch is gebleken. Zeker niet door de stijging van 25% die in onze gemeente nu ligt. En wat ons betreft gaan ze dan ook niet meer automatisch door naar een sociale huurwoning, maar blijven ze op een speciale integratielocatie waar ze intensief inburgeren. En als ze echt voorvarend bezig zijn, en bijvoorbeeld door een opleiding af te ronden of zicht hebben op werk, dan kunnen ze wat betreft de VVD doorstromen naar een eigen huurwoning. Ik moet nu echt dit punt gaan afronden, anders is er geen tijd meer voor de heer De Vries. Ik snap dat er behoefte is aan discussie, maar dan zullen we moeten verlengen. Dus ik wil eigenlijk meneer Beuzenberg vragen om dit punt af te ronden. Ik snap dat reacties oproemt, maar in 3 minuten tijd is er anders geen tijd meer over. Mag ik een woordvoorstel doen? Dat kan altijd. Kijk, ik dacht al dat hij eraan zat te komen. Ja, volgens mij, maar ik heb het niet helemaal scherp. Volgens mij hebben we een half uur schorsing. Dus we kunnen verlengen. En we hadden ook in het begin een heel klein beetje opspartprobleem. Dus ik zou u eigenlijk willen vragen of u met uw hand over uw hart wil strijken, zodat we dit debat netjes kunnen afronden. Daar hoef ik mijn hand niet over de hart te strijken. Dat doe ik met alle plezier zelfs. Maar dan moet iedereen er wel mee eens zijn dat we het iets verlengen. En ik stel voor wel de tijd ertussen te houden. Dus met 10 minuten maximaal een kwartier te verlengen als de rest zich daar ook in kan vinden. Ja, want we zijn er mensen nog die zich daar niet over dit in punt kunnen hebben, vinden. Namelijk. Ja, precies. Maar over. Dus kunt u zich precies, wel in vinden als we het 10 minuten maximaal een kwartier laten uitlopen? Maximaal 10 minuten, want we gingen 6:04 gingen we live. Dus ik denk 6 minuten even, want dit punt komt nog op de agenda met het definitieve voorstel vanuit het college. Ja, volgens mij hebben we nog 1 punt, dit punt af te ronden, dan nog 1 punt over. Dat zouden we in 10 minuten moeten redden. Dus het voorstel is 10 minuten te verlengen. Dan heeft iedereen nog tijd in pauze tot de volgende vergadering. Is iedereen het eens met dit ordevoorstel? Ja, ik zie knikken. Dan doen we dat. Dan kijk ik weer even naar de volgorde. Dan geef ik nog 1 rondje reacties en dan gaan we dit punt afronden. Dan heb ik als eerste mevrouw Kamsteeg, daarmee naar mevrouw Van der Meij. Mevrouw Baljeu, u hebt net gesproken, dus dit is denk ik nog uw ordevoorstelhandje. Dan gaan we naar meneer Beuzenberg om het af te ronden. Mevrouw Kamsteeg. Ja, dank u wel. Nou, ik wil even op de heer Achterberg en eigenlijk ook de heer Vermeulen reageren met betrekking tot die, wat we noemen, die voorrangspositie voor asielzoekers. Meneer Achterberg had het erover om het aan te scherpen. Ik neem aan dat u dat dan landelijk bedoelt. Want als wij niet genoeg asiel, als wij niet voldoen aan de opgave, dan worden ze gewoon bij ons geplaatst. Dan hebben we er zelf niks meer over te zeggen. En het lijkt me heel verstandig om dat als gemeente te voorkomen. Meneer Achterberg, we vragen nu. Het lijkt stel voor dat we dat eventjes eerst doen, want anders dan zijn we dat kwijt. Ik kan daar kort over zijn, voorzitter. Ja, eens. Dat is heldere taal. Ja, dank. Dan gaan we naar mevrouw Van der Meij. Ja, dank u wel, voorzitter. Met ook een reactie op de heer Achterberg. Want hoor ik de heer Achterberg nu zeggen dat er een soort COA plus of asielopvang plus moet komen binnen onze gemeentegrens, waarbij dan alle statushouders, hè, dus mensen die gewoon net als u en ik een plek in onze samenleving hebben, om die dan bij elkaar te gooien en daar te laten integreren? Meneer Achterberg?
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, bij elkaar gooien vind ik wat banaal gesteld. Maar waar we nu tegenaan lopen is een verhoging van het aantal asielzoekers. En we zullen ze er toch links of rechts om ergens kwijt moeten. En dat hoeft niet in een sociale huurwoning. Dat kan ook in een andersvormige woonomgeving, zoals we die nu ook zoeken, bijvoorbeeld voor onze jongeren. Tiny houses is dan natuurlijk een bekende term die we allemaal wel kennen. Maar ik denk dat we het niet meer kunnen verkopen aan onze eigen inwoners ook. En statushouders zijn natuurlijk ook onze inwoners, laat dat duidelijk zijn. Maar dat mensen tot hun 28e thuis moeten blijven, omdat de ene naar de andere woning naar asielstatushouders gaat. Dus ik denk dat we creatief moeten zijn en een tussenoplossing moeten gaan vinden. Want dit is niet meer houdbaar. De opgave die we nu hebben vanuit het land is niet meer houdbaar. En daarom staan we ook zeker achter de brief van het college met het duidelijke signaal naar het land, naar de regering, van dit gaat niet, dit past niet meer. Dus in zoverre klopt het wat u zegt, maar dan wel iets minder extreem en heftig zoals het u verwoord heeft. Ja. Mevrouw van der Meij, u heeft een handje nog hoog. Kunt u dit punt afronden? Dan gaan we... Ja, dank u. Mevrouw Beljeu, ik heb uw handje gezien. U komt dadelijk aan het woord. Meneer Vermeulen, heeft u een punt op meneer Achterberg of zoals we eigenlijk nog bezig zijn op reactie op meneer Beuzenberg? Ik wil een reactie inderdaad geven op alles wat ik nu net heb gehoord. Dat kan. Gaat u gaan. Kijk, dank u voor. Zitter. Kijk, statushouders moeten gehuisvest worden. Dat is een opdracht die we hebben en daar kunnen we niets omheen. Maar de vurigheid waarmee de belangen van de statushouders hier bepleit worden, staan in schril contrast met wat wij alleen al bij Forza op het oog hebben. 81 ouder gezinnen met kinderen die als ze 's morgens wakker worden niet weten waar ze 's avonds slapen. Die van kennis, naar familielid aan het reizen zijn. Dat zijn mensen die hebben ook een huis nodig. Dat zijn onze eigen inwoners. En hoe kunnen wij in vredesnaam een voorrangsregeling optuigen voor mensen die de halve aardbol overkomen, omdat het hier allemaal zo goed is geregeld, terwijl we onze eigen mensen daardoor achterstellen. Het is niet uit te leggen. Dank u wel, mevrouw Beljeu. Gaat u gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat jammer dat meneer Vermeulen zo slecht luistert naar anderen, want er is eigenlijk helemaal geen tegenstelling. En volgens mij wordt breed gedragen dat wij onze inwoners moeten huisvesten. En ik vind het echt heel erg jammer dat hij dit op deze manier vreemd, maar daar zal hij wel een reden voor hebben. Ik heb ook nog een vraag aan meneer Achterberg. Eigenlijk wat ik u net hoorde zeggen is eigenlijk een soort voorwaardelijkheid om, als je je best doet, kan je dan een huis krijgen. En ik weet niet of u dat echt zo bedoelt. Als dat zo is, vindt GroenLinks dat in elk geval een slecht idee. Waarom? Omdat een huis of een plek om te wonen een voorwaarde is om in te burgeren. Dat is al een aantal keren gezegd. En in die en ook wil ik toch aanvullen, ik heb net aan de wethouder gevraagd hoe het zit met de pilot die er is aangekondigd en die zelfs in de Tweede Kamer aan de orde is gekomen. Dus ik hoop dat hij ons deze informatie kan geven, zodat we dat bij het volgende debat ook goed kunnen betrekken. Dank u wel. Meneer Achterberg, wilt u daar nog op reageren? Volgens mij was dat ook een reactie. Ja, gaat u gaan. Ja, ik had ook al op mevrouw van der Meij gereageerd. En dat is volgens mij vrij dezelfde vraag eigenlijk. Wat ik al zei. Ja, tuurlijk hebben ze een dak boven hun hoofd nodig. Maar de vorm van die woning, daar kunnen we het over hebben. En het hoeft niet altijd een sociale huurwoning te zijn. Het kan daar ook, het kan ook een andersvormige woning zijn. En ja, als het uiteindelijk moeten ze natuurlijk wel in een woonwijk terechtkomen. Dat is natuurlijk het einddoel. Maar dat hoeft wat mij betreft niet vanaf dag 1. Dat kan ook op dag 30 of op dag 90. Dank u wel. Dat was inderdaad ook wat u zojuist zei. Dus we gaan dit punt dan echt afsluiten om ook nog meneer De Vries, die zich netjes had aangemeld, de gelegenheid te geven voor een punt. Meneer De Vries, bent u er nog klaar voor? Ja. Voorzitter, mag ik nog afsluiten? Ja, u zegt het terecht. Ja, goed dat u mij scherp houdt zo later op de avond. Eerst meneer Beuzenberg en dan gaan we pas naar de heer De Vries. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het idee wat meneer Achterberg en eigenlijk ook meneer Vermeulen schetsen, daar staat SRA volledig achter. En ik heb even genoteerd wat iedereen heeft, of iedereen die van vindt. GroenLinks die zegt, iedereen is gelijk. Maar ja, de eigen burgers die moeten wel wachten op een woning. Zo is het gewoon. En die voorrangsregeling die is natuurlijk belachelijk. Wij kunnen dat niet verkopen. Dat onze inwoners jaren moeten wachten op een woning. En dat die dan vervolgens heel makkelijk wordt weggegeven. Dat is gewoon niet te verkopen, naar onze burgers toe. Dat bijvoorbeeld een jongen van 26 nog bij zijn ouders woont. Terwijl hij eigenlijk toen hij 18 was al het huis wilde. Ja.
dat kunnen we toch niet op een normale manier naar onze burgers brengen. Dank u wel. Dank u wel. Meneer De Vries, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk het punt wat ik wilde maken, dat is eigenlijk ook al verschillende keren langsgekomen. Eventjes, de inkleuring van de heer Achterberg, dat zal niet altijd onze inkleuring zijn. Als ik de recente opmerkingen over huisvesting hoor, dan denk ik, ja, daar kan ik ook het mijne over denken. Wat ik wel heel goed vind, en dat hebben verschillende collega's ook gezegd, is dat de Raad het initiatief mag nemen. En ik vind het jammer dat wordt gezegd van ja, het college komt wel. Ik geloof dat meneer Achterberg daar zelf ook al wat over gezegd heeft. Ik vind het positief dat je als raad zelf het initiatief neemt en daarmee ook de bal zelf de vrienden, bij je houdt. Mag ik even onderbreken, want ja. Dit punt hebben we wel als eerste zijn we daarmee begonnen. Ja. Hè? Daar begon meneer Achterberg zelf mee en dan gaat u dat opnieuw opbrengen. Heeft u nog een nieuw punt of een ander punt of een vraag aan uw collega's? Voorzitter, ik zal ermee stoppen. We zijn ook al een beetje over tijd, maar ik wilde toch wel eventjes het opnemen voor dit initiatief van de heer Achterberg. Nou, dat heeft hij dan bij deze alsnog gedaan? Zonder principieel dezelfde keuzes te maken als hij. Helder, dat punt heeft u kunnen maken. Dan constateer ik dat we eigenlijk in één keer boven verwachting toch binnen de aangepaste tijd het gehaald hebben. Ik dank u allen voor uw bijdrage. En we hebben nu om 9:00 de volgende sessie. Zijn we nu officieel uit de lucht? Zijn we nog online? Dat laat ik u weten, zodra bekend. Dat weet je maar nooit. We zouden het kunnen testen. Jullie mogen nu echt zeggen wat jullie vinden. Op de site van de gemeente loopt nog steeds een stream door. Ja, wacht nog heel even tot wij definitief uit de lucht zijn. Dat duurt altijd even.